Lieve mensen, van harte welkom. Ik wilde eigenlijk beginnen om te vertellen hoe we zover gekomen zijn. Ik heb vorig jaar een heel mooi project gedaan met militairen, verhalen van militairen over wezenlijke gebeurtenissen die bepalend zijn voor hoe ze nu in het leven staan. En die verhalen die werden aangehoord door muzikanten, onder andere Coco Jones, die daar een lied van maakten. En dat was de aanleiding dat ze mij vroegen om te komen spreken op TEDx Groningen. Maar op het moment dat ik op dat podium stond, op die rode stip, toen dacht ik bij mezelf, waarom is dit er niet in Arnhem? Maar nu zijn we hier bij elkaar en ik ben echt zo dankbaar en zo trots dat jullie echt allemaal er zijn. En we gaan een fantastische dag van maken morgen. We laten ze allemaal het poepje ruiken natuurlijk. En ik wil je ook zeggen, het komt echt allemaal goed. Er wordt voor jullie heel erg goed gezorgd, vandaag en morgen. En ja, dankbaar. Dat is vooral wat ik ben. Dus geniet nog van deze avond. Dankjewel.